Ik ben Sanne en ik ben dit jaar de Vegement Reporter. We hebben namelijk voor Vegfest 6 sprekerszalen. Dat betekent voor jou als bezoeker keuzestress, want naar wie ga je luisteren? Daarom ga ik je kennis laten maken met al onze sprekers. Ik stel vandaag Robert Molenaar aan jullie voor en Robert is de directeur van Stichting Animal Rights. Robert, jij bent ook veganist, hè? Ja, klopt. Kan je me vertellen hoe dat gegaan is? Hoe ben je daarmee in aanraking gekomen? Ik ben veganistisch leef ik sinds 1998. Ik was ongeveer 9 maanden vegetariër en toen kreeg ik op een donder van iemand en die zei van goed bezig, maar je kunt nog veel meer doen. Dat was gewoon een beetje van geschrokken, want ik dacht als vegetariër zijn wat kun je nog meer doen? Dat is toch prima zo. En toen ben ik samen met een vriend zijn we helemaal veganistisch gaan leven en ik leef nog steeds, dus het is niet zo heel erg slecht voor je, nee. Blijkbaar. En jij bent directeur van de stichting Animal Rights, een dierenrechtenorganisatie. Kan je mij vertellen, jullie hebben verschillende campagnes, wat doen jullie zo al? Ja, we hebben 4 thema's. We hebben richt ons op bont, op slacht, dierproeven en jacht. En wat we doen is bijvoorbeeld een kofferbeeldmateriaal maken. Dus we gaan ook echt de stal in om te filmen hoe ze met dieren omgaan. Dat is heel erg belangrijk ook om het onder de aandacht van de mensen te krijgen. Want heel veel mensen zijn eigenlijk nog steeds niet goed op de hoogte. We hebben filmopnames gemaakt bij een varkensfokkerij. En dat is alleen al op Facebook 2,5 miljoen keer bekeken. Dus daar kunnen ontzettend veel mensen mee bereiken. Maar we voeren ook niet alleen actie voor de veedieren, maar ook voor de wilde dieren en de ganzen. We hebben proefdieren kunnen redden uit laboratoria. Dus het gaat eigenlijk heel erg goed. En we hebben ook nog een veganistische campagne waarbij we 100.000 brochures uitdelen aan jongeren om ze te mobiliseren om zoveel mogelijk plantaardig te eten. Dus we doen dat in Nederland en België. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. En we zijn er volop mee bezig. Ja, en jullie richten je op activisme en op het promoten van veganisme op die manier. Ja. Misschien kan je nog iets vertellen hoe dat samen gaat eigenlijk. Want veel veganisten hebben wel het idee van, ik leef al veganistisch, dus daarmee ben ik weet alles, ik ben op deze manier goed bezig. Maar jij zegt van, we moeten dit eigenlijk nog veel meer, we moeten dit gaan uittreden. Ja, zeker. En dat kan zowel op een positieve manier door bijvoorbeeld brochures uit te delen of gewoon met mensen in gesprek te gaan. Dat is natuurlijk ook een vorm van activisme. Maar je kunt je natuurlijk ook altijd aansluiten bij organisaties als Animal Rights of Bite Back of een andere organisatie die zich actief inzet voor dierenrechten. Want het is niet zo, ik ben al heel lang veganistisch, dat het dan allemaal wel goed komt. We moeten echt gewoon de schouders eronder zetten om die achterlijke veehouderij aan te pakken. Om te zorgen dat wilde dieren ook gewoon wild kunnen blijven en kunnen blijven leven. Dat proefdieren uit laboratoria komen en... Ja, daar moet gewoon actie voor ondernomen worden. Daar geloof ik heel sterk in. Ik geloof ook in dat we heel veel kunnen verbeteren en kunnen aanpakken. Maar dan moeten we wel met z'n allen de schouders eronder zetten. En ook als veganist zijn, dat betekent niet dat het dan allemaal opgelost is. En je bent fantastisch bezig, hè? Maar je kunt gewoon nog meer doen. Oké, en je gaat het op 4 december bij Vegfest ook hebben over een van jullie thema's. Namelijk jullie strijd tegen het afschieten van ganzen. Kun je me al vertellen, wat ga jij vertellen in je lezing? Want je hebt natuurlijk heel veel ervaring om te delen in ieder geval. Ja, er is heel veel gebeurd in de afgelopen anderhalf jaar. In Engeland wordt er al 20, 30 jaar actie gevoerd voor wilde dieren om ze te beschermen van de jagers. In Nederland wordt het eigenlijk nooit op die manier gedaan. En we hebben echt patrouilles uitgevoerd. We zijn op zoek gegaan naar jagers in het veld. Om ze daar te spotten en vervolgens hebben we ganzen gewaarschuwd met toeters zodat ze over konden vliegen. Dat is een hele belangrijke actie, alleen we hebben heel veel weerstand gekregen. Jagers die voor onze neus stonden met geweren, jagers die ons bedreigen via internet. We werden er gewoon lastig gevallen, ook politie die ons dwars zit en op alle mogelijke wijze probeert ons democratische protesten tegen te houden. En we hebben best wel wat avonturen meegemaakt en dat wil ik ook gewoon delen. En met de bedoeling ook van ook met tegenslag, dat wil niet zeggen dat je daarmee moet stoppen. Integendeel, we zullen altijd blijven doorgaan om wilde dieren te beschermen in Nederland. En het is niet vanzelfsprekend dat een organisatie dat doet, want het is eigenlijk een nieuwe campagne die we voeren sinds anderhalf jaar. Maar het is gewoon heel erg succesvol. We hebben echt honderden ganzen kunnen redden die anders afgeschoten waren.
voeren ook rechtszaken. We hebben ook rondom Schiphol ganzen kunnen beschermen van een vergassingsdood. We hebben samen met de faunabescherming gedaan. Dus er is gewoon heel veel te winnen. En die dieren leven al in het wild. Dus het enige wat we hoeven te doen is ze met rust laten. En met Animal Rights blijven we volop actie voeren voor de dieren in het wild. En ook voor alle andere dieren. Wat goed. Nou, ik zou zeggen, wil je hier meer over weten, kom dan in ieder geval naar Robert Bonaar luisteren. 4 december op Vechtfest. Want hij heeft heel veel spannende verhalen te vertellen in ieder geval. Dankjewel, Robert. Graag gedaan. Tot dan.